Yo, dat gasten, het is zondag, dus het is tijd voor een Biomovie. En vandaag wil ik met jullie een Q&A doen, oftewel jullie vragen en ik antwoord. Ik heb gisteren een oproep gedaan en ik kreeg 4000 vragen binnen. 4000! Nou, ik heb de leukste geselecteerd en die gaan we vandaag behandelen. Wat wou je worden toen je klein was? Nou, toen ik klein was, wou ik heel graag groot worden. En nu ik heel groot ben, wil ik heel graag heel klein worden. Het is een rare wereld. 9 plus 10 is meestal de valse leeftijd die mensen opgeven op Habbo Hotel. Heb je een vriendin? En zo nee, zou je er een willen? Voor mij is een vriendin eigenlijk hetzelfde als een Ferrari. Het kost heel veel geld, het heeft heel veel onderhoud nodig, je bent er veel te veel tijd aan kwijt en ik heb geen eens een Ferrari. Welke film of serie vind jij het leukst? Dat is dan wel The Bang Bus, Backroom Casting, One Night in Paris, The Fault in Our Stars en The Day. Nee, natuurlijk niet. Ik vind The Fault in Our Stars niks. Wat zal er gebeuren als Apple ooit met een spelcomputer komt? Nou, je beantwoordt eigenlijk al je eigen vraag in je vraag. Want als Apple ooit met een spelcomputer komt, dan komen ze waarschijnlijk met een spelcomputer. Wat zou je kopen als je 1 miljoen euro zou winnen? Nou, waarschijnlijk zou ik een virusscanner kopen. Want als je nog één keer goed kijkt naar de vraag, dan zie je dat bij winnen een soort pop-out logo staat voor een advertentie. En dat is gekomen door een virus die ik niet kan verwijderen. Dus ja, dan zou ik een hele goede virusscanner kopen. Heb je broers of zussen? Ik heb 2 broers, geen zussen en geen geweten. Maar dat laatste vroeg je eigenlijk niet, maar ik zeg het toch. Waar heb je spijt van? Nou, ik heb spijt van Carrie Slee. Snap je? Het boek Spijt van Carrie... Ja. Waar zie jij jezelf over 5 jaar? Over 5 jaar is de kans heel groot dat ik mezelf een keer zie in de spiegel. Wie is je kapper? Tegen de tijd dat mensen aan mij gaan vragen naar welke kapper ik ga, dan is de wereld zo goed als ten einde. Ik ben al 3,5 maand niet naar de kapper geweest en dat zie je er ook vanaf. Mijn kapper is zo goed als dood. Hoe vind je Deventer? Je kan Deventer heel makkelijk vinden door het in te typen op Google Maps en dan vind je Deventer. Maar wat ik vind van Deventer is eigenlijk heel makkelijk. Ik vind namelijk dat Deventer stinkt, want het stinkt serieus. Er hangt hier zo'n stinklucht in Deventer, waardoor de hele stad stinkt en niemand weet waar het vandaan komt. En de nationale media rapporteert er zelfs over als Deventer de grote stinkstad van Nederland. En ja, ik ben de afgelopen 2 weken in Amsterdam geweest, dus ik was het niet, oké? Okay? Wil jij Kim Kardashian in de kont bijten? Ik ga Kim Kardashian niet in haar kont bijten, want dat zou heel egoïstisch van mij zijn, aangezien Afrika wel 2 maanden van haar kont kan leven. Innerlijk of uiterlijk? Ik vind het innerlijk van een vrouw super belangrijk en desnoods verken ik het innerlijk zelf. Dit gaat niet. Wat is je grootste angst? Vroeger toen ik klein was gingen we voor mijn verjaardag naar Disneyland. En in Disneyland kwam ik Govi tegen en daar schrok ik zo van dat ik in tranen uitbarstte naar mijn papa rende. En we gingen terug naar het hotel. Ik heb de hele avond doorgeheld en ik ben tot de dag van vandaag getraumatiseerd. En dat was mijn 19e verjaardag. Echt een rampendag. Wat een kut antwoord. Liever 3 maanden zonder vrienden of 3 maanden zonder YouTube? Nou ja, ik leef al 22 jaar zonder vrienden, dus die 3 maanden kunnen er makkelijk bij. Welke Pokémon is je favoriet? Als ik ooit een Pokémon mocht kiezen, dan zou het wel Ditto zijn. En dan zou ik tegen Ditto zeggen, verander jezelf even in Jolantekebouw van Kasbergen. Zodat zij kan oefenen met mijn Pokéballen. Zodat ik mijn Ditto in haar klooster kan doen. Zodat ik het nummer van Jolante in mijn Pokédex kan zetten. Om volledig los te gaan op haar mooie Jigglypuffs. Zodat ik mijn Blastoise kan laten oefenen op zijn Hyperbeam. Dan heb ik een romantisch avondje met Jolante en een paar Pokéblokjes. Om mijn Metapod Harden te laten gebruiken. En na dit alles kan ik natuurlijk als een Snorlax in slaap vallen. Wanneer komt deze video online? Nu! Hoe oud was je toen je voor het eerst begon met een YouTube video en waar ging je over? Nou, ik was 14 jaar en het was eigenlijk niks. Het was een lip-sync video op het hele bekende nummer van Right Said Fred, I'm Too Sexy. Ja, het was een drama. Je ziet nu een paar beelden. Het was met paint gedaan omdat ik geen videocamera had. Had ik dus allemaal foto's gemaakt en achter elkaar geplakt. En mijn eerste 4 video's op YouTube waren allemaal stop motion, maar ze zijn allemaal verwijderd door YouTube. Sorry. Wie is je favoriete YouTuber? One Direction Vivo, all the way. Nee, eigenlijk niet. Bardo, wanneer kwam je erachter dat je een eenhoorn bent? Nou, ik moet eerlijk zijn, ik heb wel een puntige hoorn, maar die puntige hoorn zit niet op mijn hoofd. Nee, deze grot alweer. Zo'n seksgrap gewoon, alweer. Waarom ben je begonnen met YouTube? Nou, op school was ik eigenlijk alleen maar de lolbroek en ze dachten serieus 9 jaar geleden op school dat ik nooit serieus zou kunnen worden. Kijk dan. Misschien had school toch een beetje gelijk. Kutzooi. Hoe oud ben je? Misschien denk je bij jezelf, ja Bardo, je bent toch 22 jaar? Nou, let op hè, want als ik dit masker... Nou, daar... Als... Dat gaat niet, dit is mijn echte gezicht. Ik ben 22. Wat is je grootste angst? Vleesetende vagina's. Ja. Wat is je droom om ooit bij een vrouw te doen? Ik zou dolgraag ooit een vrouw vastbinden aan een stoel en vervolgens de Zalando-man martelen, zodat die vrouwen doorkrijgen dat als je eindeloos producten bestelt bij Zalando, dat die kutreclame van Zalando ook eindeloos op tv gaat komen. Bestel niet meer bij Zalando, dan zijn we met z'n allen af van die reclame. Duidelijk? Waar irriteer jij je aan? Ik kan er heel slecht tegen als iemand de video monteert, alleen die video zit niet zo goed in mijn... Vier Halloween? Jazeker, ik probeer er 365 dagen per jaar uit te zien als een zombie.
Doet hij het goed of doet hij het goed? En dat waren eigenlijk alle vragen voor vandaag. Ik wil jullie heel erg bedanken voor alle vragen. Vind je het erg als ik een vraag stel? Nou, eigenlijk wel. Ik was een video aan het afronden en ik weet nu niet meer waar ik was. Nou, geef een blauw duimpje hier beneden. Pak de link hierboven. Stuur hem door via Twitter, Facebook of Instagram. Want ja, andere mensen moeten ook een keer vrolijker worden van een regenboog op de achtergrond. Toch? En abonneer hier beneden. Ik ben er volgende week zondag weer. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken. En nogmaals, heel erg bedankt voor de 4000 vragen. Heb je ook een vraag voor mij? Check de beschrijving. Daar staat al mijn sociale media en kan je mij een vraag stellen. Bedankt voor het kijken. En ik check jullie later! Bye!